bij iedere gelegenheid probeer ik ook gewoon mijn gedachten goed zo op papier te zetten. En vandaag ook zal gewoon niet ontbreken. Ik begin ook plechtig. Dames en heren, goedenavond. Het is eigenlijk 's avonds, 6 uur is al voorbij. Vandaag is het de 4e mei en op die dag herdenken wij in Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Die oorlog duurde van mei 1940 tot mei 1945 en in sommige delen van de wereld nog zelfs tot augustus van 1945. Het lijkt nu erg lang geleden, bijna 70 jaar intussen, een heel mensenleven lang. De meeste overlevenden van die oorlog zijn inmiddels dan ook al overleden. En er zijn nog maar weinig mensen over die die oorlog van de leven hebben meegemaakt en die met eigen ogen hebben gezien welke gruwelijkheden zich hebben afgespeeld tijdens de Duitse bezetting. Toch blijft het heel nodig om de slachtoffers van die bezetting te blijven herdenken. De prijs die zij hebben moeten betalen voor onze vrijheid nu is onvoorstelbaar hoog en gruwelijk geweest en het blijft nodig ons dat te realiseren. Vrijheid kreeg u niet vanzelf, ook nieuw niet. Vrijheid is geen gegeven waar u naar eigen ingeving mee om kunt gaan. Vrijheid betekent in de eerste plaats verantwoordelijkheid, dames en heren. De verantwoordelijkheid om een sterk bewustzijn te ontwikkelen van de samenhang, van het grote geheel waar we als mens het deel van uitmaken. De verantwoordelijkheid om je eigen daden en uitingen te erkennen. In de verantwoordelijkheid als mens om respect in te zetten voor het ander zijn van de ander, hoezeer die ander ook verschilt van jezelf en van de groep waar jij je mee vereenzelvigt. Vrijheid maak je samen. Alleen dat kan vrijheid voor iedereen garanderen. In de Tweede Wereldoorlog is er letterlijk gevochten voor die vrijheid. Letterlijk door soldaten en het front. Maar ook door mensen in ondergrondse verzetsbewegingen die stiekem krantjes drukten en verspreiden met het echte nieuws. In die persoonsbewijzen, identiteitskaarten. Zou je die nieuw noemen, vervalsen, om te zorgen dat de Joodse bewoners niet konden worden opgepakt? Of zo regelden onderduiksadressen her en der in de stad of ver buiten de stad voor mensen die een oproep hebben ontvangen om naar Duitsland te worden gebracht naar een werkkamp. Pas heel veel later zou blijken dat ze daar helemaal niet naartoe werden gebracht om te werken, maar dat hun een heel ander, veel gruwelijker lot wachtte. Deelname aan zo'n ondergrondse verzetactiviteit was bepaald niet zonder gevaar.
als hij eruit kwam. Wat hij eigenlijk deed, kon hij alsnog worden opgepakt. In velen van deze dappere mannen en vrouwen zijn dan ook zonder pardon neergeschoten. Het is goed dat we ons realiseren, ook juist vandaag de dag, dat al deze mensen een enorme, hoge en onmenselijke prijs betaalden voor onze vrijheid nu. Een delegatie van Asadaka is op dit moment op het Kastanjeplein hier in Aalst, waar vandaag door buurtbewoners in andere naamborden zijn gemaakt van mensen in de oorlog zijn weggevoerd. Gewoon mensen, zoals u en ik, die toevallig Joods waren, maar ook homoseksuelen, zigeuners en invaliden en mensen uit het verzet. Het ging om mannen, vrouwen, kinderen, oude mensen, gebrekkig mensen, het maakt niet uit. Iedereen die in de ogen van de bezetter toen niet voldeed aan bepaalde kenmerken, werd zonder pardon opgepakt en weggevoerd in veewagens naar de vernietigingskampen in Duitsland en Polen. Dat kunnen wij ons nu nog nauwelijks voorstellen. Maar laten we ons realiseren dat deze geest van afscheiding, van discriminatie, haat, vredeheid met deze oorlog niet ten einde is gekomen. Was het maar waar, dames en heren. Er zijn nog steeds plekken op de wereld waar mensen worden uitgesloten, gediscrimineerd, uitgebuit, gemarteld en vermoord. Want de geest van afscheiding kan te allen tijden worden gewekt in mensen die het bijvoorbeeld zelf slecht hebben, die geloven wat machthebbers roepen en beloven, die niet door hebben tot hoe ver een onmenselijke houding kan voeren in die bevelen uitvoeren die zijn uitgedacht door fanatici die zich niet willen inzetten voor vrijheid van allen, maar die uiten zijn op macht. Dames en heren, laten we daarom deze dag in deze herdenking gebruiken om tot ons door te laten dringen wat er toen is opgeofferd voor ons vrijheid nu. Laten we zien dat uit dat deel van onze wereldgeschiedenis een heel belangrijke les te trekken is voor ons in ons samenleving nu. En laten we dit moment aangrijpen om in ons eigen hart te kijken en te zien dat we persoonlijk en als samenleving willen inzetten voor het doorgeven van die zo kostbaar vrijheid. Wat vrijheid, want vrijheid geef je door, dames en heren. Vrijheid geef je door. Dank u wel. And wept for thee.
of Zion, we remember thee, remember thee, remember thee, Zion. Lieve mensen, laten we deze dag in deze herdenking gebruiken om tot ons door te laten dringen wat er toen is opgeofferd voor ons vrijheid van nu. Laten we tot ons door laten dringen dat uit dat deel van onze wereldgeschiedenis een heel belangrijke les valt te trekken voor ons in onze samenleving nu. En laten we dit moment aangrijpen om in ons eigen hart te kijken en te zien wat we persoonlijk en als samenleving willen inzetten voor het doorgeven van die al zo kostbaar vrijheid. Want vrijheid geef je door. Vrijheid geef je door.